De VVD wil tijdelijke politieposten in wijken waar veel woninginbraken en autokraken plaatsvinden. RTV Arnhem sprak met fractievoorzitter Leendert Combé van de VVD. En het idee is eigenlijk dat als er in een wijk tijdelijk heel veel overlast is van bijvoorbeeld autodiefstallen, van dealers, woninginbraken, als dat zeg maar tijdelijk het geval is, om dan zeg maar een politiepost in te richten in zo'n wijk, als de wijk daar zelf ook om vraagt uiteraard. En dat je dan bijvoorbeeld in een leegstaande winkel of in een leegstaand klaslokaal of misschien echt met een mobiele post van de politie zelf daar te zijn. En dat kan dan 3 weken duren, het kan 3 maanden duren en dan kunnen bewoners heel makkelijk overdag en ook 's avonds een uurtje aangifte doen en advies krijgen van de politie. Ja, want wat is nou het grote voordeel hiervan? Het grote voordeel is dat je zeg maar heel geconcentreerd problematiek aanpakt en dat je ook als bewoner je veilig voelt en ook heel makkelijk zeg maar aangifte en advies kan krijgen. Aan hoeveel posten moet ik dan denken? Ja, het liefst zo min mogelijk posten, want als er geen politieposten nodig zijn, dat betekent dat er geen problemen zijn. Maar het is afhankelijk van waar de hotspots zich bevinden. Hè. Want er is tijdelijk in een wijk waar er veel woninginbraken, nou daar kun je dan zeg maar dat gaan doen. Dus het kunnen er tegelijkertijd 2 of 3 zijn. Het kan ook een half jaar of een jaar 0 zijn, dat kan ook. Ja, zodat de mensen net een iets veiliger idee krijgen en iets sneller aangifte kunnen doen. Ja, precies. En ook op het moment, kijk, als je in een wijk woont en je komt 's avonds thuis, hoef je niet meer naar het gemeentehuis. Je kan gewoon direct, zit je recht tegenover een agent en dan kun je een uurtje 's avonds eventjes naar de leegstaande school of winkel en dan de aangifte doen. Ik hoor wel zeggen, het is een deel van de dag, maar waar moet ik dan aan denken? Wat voor tijdstippen? Ja, de agent moet natuurlijk ook, die moet niet de hele dag in de leegstaande winkel zitten en niks doen. Dat is ook niet de bedoeling. Dus het is handiger als je het een beetje concentreert. Ik stel me voor dat je bijvoorbeeld 's ochtends 1,5 uur open bent en dan ook 's avonds 1,5 uur. En dat gedurende de week. En dan afhankelijk van hoe lang het nodig is. En wanneer wordt nou het idee ingevoerd? Dat is nu niet helemaal bekend. We hebben nu het idee, zeg maar, we spreken nu in Arnhem de begroting, de planbegroting, programmabegroting. En dat is nu aan de orde. Dus daar hebben we het idee bij ingediend. De burgemeester heeft de eerste reactie al gegeven. Heeft hij eigenlijk al een aantal maanden geleden gedaan. Toen zei hij nog van ja, mensen vinden het niet zo fijn om in hun eigen wijk aangifte te doen. Nou, dat hebben we expliciet ook gevraagd aan 100 mensen in Rijkerswoerd. En er was eigenlijk niemand die dat een issue vond. Dus mensen vinden het prima om in hun eigen wijk aangifte te doen. En wanneer het ingevoerd wordt, ja, aanstaande maandag wordt erover besloten. En gaat het besluit door, dan kan het heel snel starten. Want ja, het kost verder weinig geld, dus aan de slag.